is november 2013. Zat ik wat te YouTuben en kwam ik het liedje De Toeteraar van Conny Vink tegen. En ik vond dat zo'n tuttig liedje. En dat sprak me meteen aan. En er zit ook zo'n dansje bij. En ik dacht, dit kan ik ook. Ik moet hier wat mee doen. En mijn moeder, die kende ze allemaal. Die zat ze allemaal mee te zingen. En die zei, oh, dat liedje, dat ken ik nog. Want dat draaiden we vroeger thuis altijd. En die reactie van mijn moeder, die vond ik zo bijzonder. Dat ik dacht, dit moeten meerdere mensen hebben. Zo'n gevoel van, oh. Maar dan, die toeteraar. Die man met zijn tuba van boven, die blaast, het is even maar, mijn droom met een klap uit mekaar. Pa, pa, pa. Ik vind de liedjes ook echt heel erg mooi en ik ben ook vaak heel erg ontroerd. Maar er zit toch altijd wel een of ander randje aan wat gewoon echt heel ongemakkelijk is. Of tenenkrommend, kan je ook wel zeggen. En dat randje eromheen, dat wil ik dan vooral net een beetje aandikken in de voorstelling. Als jouw hartje maar blank is, mijn jongen. Ach, wat komt dan de rest erop aan? En hij treurde om zijn leen. En hij treurde om zijn Lena. Amsterdam huis, waar het eens heeft gelachen. Amsterdam huis, nog voelt het de pijn. Do 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 do